President Desiree Bouterse heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan het COVID-managementteam en de Surinaamse gemeenschap voor het overtreden van de COVID-19-maatregelen. Dat deed de president gisteren in een televisietoespraak. Op social media circuleerde namelijk een filmpje waarbij het staatshoofd in gezelschap was van een aantal jongeren in het resort Flora. De groep bestond uit meer dan 10 personen en de social distancing werd niet in acht genomen. Deze video, die vrijdag is gemaakt, heeft veel stof doen opwaaien. President Bouterse zegt dat het een spontane situatie was waarbij hij door het resort Flora reed en de jongeren tegenkwam. En toen kwam er een groep. Hoewel de veiligheidsdienst zei van, hou jullie afstand, hou rekening met de COVID-situatie. Op een bepaald moment liep het uit de hand, want de een belde de andere. En een hele stroom kwam af. Ik zeg, kijk, zo kunnen we niet praten. Ik heb een groep geformeerd die daar met de problemen, er zijn al een paar geweest, die daar met de problemen op schrift bij me zouden komen. En we zouden kijken via volkscontact hoe deze zaken opgelost kunnen worden. Maar in algemeenheid bied ik hierbij mijn verontschuldiging aan. Zeker aan het COVID-team en aan het Surinaams volk. Het was zeker geen goed voorbeeld hoe de zaak is overgekomen. Maar gelooft u me, het is geen willens en wetens daar gaan en mensen optrommelen. Het is in zo'n korte tijd spontane actie vanuit die gemeenschap. Maar tegelijkertijd hebben we de COVID-regels overtreden en dat kun je natuurlijk als gezagsdrager absoluut niet toestaan. En het is afkeurenswaardig. We bieden onze verontschuldiging aan de hele Surinaamse gemeenschap. Tot zover Desiree Bouterse, de president. Hij heeft zich ervoor verontschuldigd dat hij afgelopen vrijdag bij een ontmoeting met jongeren te Flora de COVID-19 maatregelen niet in acht heeft genomen.